In de vorige aflevering lieten we Valenciane de Nederman wijn proeven. En dat viel goed in de smaak. Op een paar wijnflessen van Nederman staat een fiets afgebeeld. Dat slaat vast op de Nederlandse identiteit van Nederman, dachten wij. Maar de wijn komt toch uit Valencia? Wij vroegen ons af hoe het zit met de Valencianen. Fietsen die ook zo graag? In deze aflevering van de Orange Guide voor Nederman zoeken wij het uit. Maar eerst Derk Nederman. Op de fiets natuurlijk. Ja, dit is natuurlijk super Nederlands. Lekker op de fiets. En ja, eigenlijk heeft elk design achter onze etiketten een uniek verhaal. Dat verhaal luidt als volgt. Derk is gek op Nieuw-Zeelands design en besloot daarom een aantal wijnflessen door een Nieuw-Zeelander te laten ontwerpen. Derk liet, zoals een echte Hollander betaamt, het kekke Nelemanbusje staan en stapt op de fiets, op weg naar zijn eerste meeting met de designer. Oh nee, wacht, het is 2020. Die meeting was natuurlijk gewoon via Skype, zoals hier. Maar goed, onverhoopt botste Derk tegen zijn voorganger op, waardoor hij bont en blauw de meeting in kwam. Die designer wist natuurlijk meteen wat het thema van de wijnflessen zou worden. De fiets. Want als wij Nederlanders ergens bekend om staan, is het toch wel omdat we fietsers zijn. Vandaar dat we dit onze fietswijnen noemen. En laat de fiets nou ook een duurzame vervoeroptie zijn. Nederman vervoert hun wijnen daarom ook op de fiets. Ik ben het op de fiets, op de klompen, zoals ze ons graag zien, onze kaaskoppen. En hoe zit dat dan met de fietscultuur in Valencia? We vroegen het Miguel Ángel Pérez Alba. Hij die Valencia vanuit de gemeente vertegenwoordigt en promoot. Definitely Valencia is the best city in Spain for biking. Why? There are different reasons. Om Miguel zijn reden de kracht bij te zetten, spreken we af met twee van onze Valenciaanse vrienden, Fer en Belén. In España tenemos un dicho que uno no es de donde nace, sino es de donde pase. Yo he vivido la mayoría de mi vida aquí en Valencia, por lo tanto soy valenciana 100%. Se dice que Valencia es la ciudad preferida en cuanto a ir en bici. Reason number one. Hay carril bici por todas partes. We have already 156 kilometers of bike lines. Reason number two. Hace un tiempo increíble todo el año. We have more than 330 sunny days, like today. Nunca llueve. And we have very, very, very few rainy days. Reason number three. Okay. Es una ciudad que es completamente plana. And then it makes it very, very easy to do it in a comfortable way. Okay, dat waren Miguel's redenen. And I would add. Okay, nog eentje. The fourth reason is that we have beautiful, amazing landscapes like the one we are now, the City of Arts and Sciences, which is in the river bed, which is a river without water, a 9 kilometers green park, which is one of the most important attractions in the city. Entonces es perfecto pasear en bicicleta. Nou, even, wij pakken gewoon de scooter, hè? Wij pakken gewoon de scooter. Ik vroeg me ook nog af of in een Valenciaans dorpje zoals deze ook gefietst wordt. Ja, hier in este pueblecito se va en bici. ¿Y tú también vas en bici? Miguel kreeg van ons nog een fles Tempranillo Malastrey mee. Thank you very much for this beautiful wine, Valencian wine. Die blijkbaar goed gepaard ging met zijn huisgemaakte en Valenciaanse arroz al horno. En dat was hem alweer. Valencia blijkt dé fietsstad van Spanje. Dus die fietswijn slaat niet alleen op ons kikkerlandje, maar ook een beetje op Nederlands zonnige thuisland Valencia. In de volgende aflevering
vindt de oogst van de super Valenciaanse bobaldruif plaats. Evelien en ik helpen een handje. Hasta la próxima! Modo Valencia on, ¿eh? Sí, modo Valencia on.